Iets meer dan een maand geleden won Fortuna thuis van Twente. Bracht ermee titelhoop terug bij Ajax. Maar nu, Ajax is op bezoek in Sittard met de eerste grote kans voor Hoekstra. En Ajax begint uiteraard volop de aanval met veel druk naar voren. Met wel wat kansen. Kopballetje kan net niet worden verlengd. Kopbal van Doorn. Er was ook Bakker. Maar dan is het al de tweede helft. Want heel veel grote kansen weet Ajax dus niet bij elkaar te voetballen. Geklungel bij het uitverdedigen en een overtreding van Kop. Teulings het slachtoffer en een strafschop voor Fortuna aan het begin van de tweede helft. Voorkomen terecht gegeven en uiteraard Wullaert achter de bal. En uiteraard zit hij er dan in. En geweldig ook, al had Kop de goede hoek gekozen, ze was kansloos geweest. Ajax op achterstand en dan moet het vol aan de bak om de achterstand op Twente niet te groot te laten worden. Maar al vrij snel daarna ook een penalty voor Ajax. Hens van Heeswijk. En ook deze strafschop terecht gegeven. Leuchter achter de bal. En ook zij scoort. Leuchter en Wullaert benutten hun penalty. De tweede achtervolging op Kalma. Al is die wel vrij ver weg qua gemaakte doelpunten. En Ajax in de jacht op een voorsprong. Daar is de volgende kans voor Bakker. Die mist. Blijft even liggen. Maar vooral het missen van de kans doet daar natuurlijk pijn. Hoekstra. Goed vrijgespeeld en een goede voorzet. En daar is weer Leuchter. En het is 2-1 voor Ajax. Verdient de voorsprong. Dan eindelijk daar een hele lastige uitwedstrijd. Maar daar komen de drie punten dan wel. Want dit levert niks op. Ajax wint met 2-1 bij Fortuna. En houdt zo de titelkansen in eigen hand.